Hof de Roelichem werd uitgebaat door de Roele, Roel. En die zat ook meestal joints te roken achter zijn toog. Hoe was het? Comedy spelen. En soms kwam je daartoe en soms was er 5 man. Dat gebeurde af en toe. Ik heb mijn affiche te laten uithouden. Alles was grappig ook bij Roel. En ik rijd met Henk Rijkaard, naar daar en ja, met nog een comedian. En we komen toe in een leeg café. En Roele zit een joy te rollen achter zijn toog. We steken de deur op en die kijkt op en die zegt... Ho, gasten, is het comedy vanavond? Wow, ik heb me geschreven in mijn agenda. Wacht, ik ga wat maten bellen. En die is dan echt... Oh. Die heeft die echt rond. En dan waarschijnlijk iemand die zo half verveeld een avond thuis tv wat kijkt. Oké, dan kom ik comedy zien. Dat was ook een heel absurde situatie.